Nou, als we nou een goede productie maken, als alles lekker loopt, dan heb ik ook een lekkere gevoel. Daar ben ik trots op. De Jong Verpakking is het grootste familiebedrijf op kartongebied van Nederland. Wij zitten in de verpakking. Verpakking betekent in de golfkarton. Toen ik in 2011 begon, toen hadden wij 9 machines. Ik vond het al groot. Dan deden we ongeveer 100.000 per dag. Maar de laatste 2-3 jaar zijn er nog 6-7 machines erbij gekomen. We hebben een enorme stap gemaakt. Nu zit de Jong Verpakking op 2,5 miljoen dozen per 24 uur. Het begint in de basis bij de rollenloods. Daar pakt de rollentruckchauffeur die pakt een rol papier. Die legt hij bij ons aan de machine bij de GKM op een bok. En vervolgens doen wij het verlijmen bij ons in de machine. Dan maken we daar mooie platen karton van. Die komen daar aan de achterkant van de machine uit. Platen karton die komen naar onze verwerkingmachines toe. Waar we er vervolgens, als het nodig is, een kleur op drukken. We kunnen alles zo gek maken als je het wil. Maar als er dan een plaatje uitkomt, die wordt dan opgestapeld. En die worden naar de klant gereden of naar de overkant waar we er dan weer een doos van maken. En dan pas naar de klant gereden. 80% van het karton wat we gebruiken is gerecycled. We gooien niks weg. Alles wat er uitgestanst wordt aan afval, wordt het weer teruggerecycled. Ik hoorde gisteren toevallig nog iets met biologische inkt. We zijn er dus bezig om dozen van bietenpulp te testen. Het is goed voor het milieu. Als je wil vergelijken met prijs, ook goed voor de klant. In mijn dagelijks leven kom ik bij de supermarkten heel veel dozen tegen die wij maken. Kijken en dan tegen de vrouw zeggen of tegen de kleinkinderen zeggen, kijk, dan maak open die doos. Mijn vrouw die zegt tegen mij, stop ermee. Ik draai altijd die dozen, de groente en de fruitdoos draai ik altijd om. Om zeker te weten of dat van ons is.